Er is een ex-ploeggenoot van jou, man. Dick Advocaat. Ja, bij Sparta. Dick heeft 2 jaar achter mij gelopen. Ja, weet ik. Is hij 10 jaar ouder geworden? Ja, ja. Versleet 8 paar schoenen. Weet jij nog? Nee, weet jij nog? Dat jij een klein slippertje gemaakt had met de auto dat je Dick uit zijn nest gebeld hebt. Ja, s'nachts om 4 uur. Ja. En toen? Nee, ik was ergens tegen aangereden en in de mist. Was niet met mijn zus toch, hè? Nee, en ik je begint er zelf al brand. Je vraagt erom nu. Ik ben naar buiten gelopen en ik ben gaan roepen daar of ik tegen iemand aangereden was. Want dat dacht ik wel. Ja. Maar je hoorde niks. Ik kreeg niks. Dus ik, ja, dan moet je dan? Doorrijden. Ja, dus ik reed door. Maar mijn lichten brandden omhoog. Maar ik wist dat Dickie woonde aan de Rijksweg. Het was 5 uur 's nachts. En op een gegeven moment ik Dickie aangebeld. Dickie doet in die onderbroek open en die zegt, wat is er gebeurd? Dick, ik ben ergens tegen aangereden. Ik zei, zo mistig. En ik zag niks meer. Ik zei, je moet me helpen. Hij zegt, we rijden wel naar je huis toe. Nou, echt, we kwamen bij de Brinobrug aan. Honderden politieauto's, ze zwaar lichten. Dick zegt, ga achterin liggen. En toen bij mij thuis. En zat hij toch in zijn onderbroek in het autootje? Ja, Dick. Zat hij in zijn onderbroek in het autootje. Ja, maar het was wel een hartstikke fijne collega. Ja, maar Dick is even voor het verhaal om het af te maken. Wat was er precies gebeurd dan? Want wat had je allemaal geraakt en zo dan? Wat? Ja, nou, dat was nog het meest vervelende van alles. Dat ik was tegen een bus van de Telegraaf aangereden. Een bus van de Dus de volgende dag stond er heel groot in de Telegraaf. En van de G rijdt door naar ongeluk. Ik was tegen een bus van de Telegraaf aangereden. Ja, dat zijn de enige bussen s'nachts op de weg, denk ik. Ja. En die zie je ook niet, waarschijnlijk. Ook niet in de mist. En ik toen, de tijd.